Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag, in uitzending 862, kunt u opnieuw luisteren naar een Bijbelgedeelte uit 1 Timotheus. In hoofdstuk 2 begint Paulus over het bidden. Om dan door te gaan op de verschillende plaatsen die man en vrouw in de gemeente innemen. Allereerst wijst de apostel erop dat het belangrijk is om volhardend te bidden voor de overheid. De reden ervoor geeft hij in de volgende versen: God wil namelijk graag dat alle mensen behouden worden. Hij heeft verdriet om ieder mens die zich van hem afkeert. Zonde maakt scheiding tussen God en mensen, en God vindt dat erg. Er is echter maar één die tussen beiden kan treden en mensen terug kan brengen bij God: Jezus Christus. Zijn offer was voldoende voor alle mensen. Wie het aanneemt, wordt een kind van God. Wie het offer echter verwerpt, kan geen aanspraak op Gods genade maken. Zo scherp ligt de scheidslijn in de Bijbel. Er is een weg naar God, maar niet buiten Christus om. Paulus komt dan weer terug op zijn onderwerp, het gebed. Hij wijst erop dat niet uiterlijkheden van belang zijn bij het bidden, maar dat het gaat om een goede innerlijke houding. Na deze korte terugblik op 1 Timotheus 2 lezen we nu verder in hoofdstuk 3. In het derde hoofdstuk wordt gesproken over de ambten in de kerk, met name over de karaktereigenschappen waaraan ambtenaren moeten voldoen. 1 Timootjes 3, vers 1. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Het Griekse woord voor opziener, episkopos, wordt soms als bischop vertaald, maar dat kan voor verwarring zorgen, alsof het hier zou gaan om een hogere autoriteit. Want dankzij Titus 1 mogen we ervan uitgaan dat met oudsten en opzieners dezelfde mensen bedoeld worden. Handelingen 20, vers 28 maakt ons duidelijk dat er in de gemeente van Efeze verscheidene, dus meer dan één, opzieners waren. De Heilige Geest stelt mensen tot opziener of leider aan, zoals Paulus door God was aangesteld tot apostel. In de praktijk werden de leiders, opzieners of oudsten, bijvoorbeeld door Paulus of iemand van zijn medewerkers aangewezen. Ook werden zij onder bidden en vasten aan de Heer opgedragen. Het blijkt ook dat de Heilige Geest in het hart van de opziener ook het verlangen naar deze bediening bewerkt. Om te kunnen toetsen of dit verlangen door de Heilige Geest is bewerkt, of dat het gaat om jagen naar eigen eer, heeft Paulus in het volgende gedeelte een aantal voorwaarden of richtlijnen genoemd. waaraan een leider of opziener moet voldoen. 1 Timootjes 3, vers 2: Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst. Bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Op het gedrag of het karakter van een opziener of leider mag niets aan te merken zijn. Hij moet onbesproken zijn. De voorwaarde maar één vrouw te hebben houdt niet in dat een leider per se gehuwd moet zijn. Want op andere plaatsen in de Bijbel behandelt Paulus de voordelen van het ongehuwd zijn vanwege de onverdeelde toewijding aan de Heer. Trouwens, Paulus was zelf ook ongehuwd. De genoemde voorwaarde gaat uit van de normale situatie waarin de meeste gelovigen gehuwd waren en vraagt om huwelijkstrouw. Binnen de Griekse wereld was het in betere kringen niet ongebruikelijk dat een man naast zijn wettige echtgenote een concubine had. Dit was zelfs maatschappelijk aanvaard. Binnen de christelijke gemeente was het onaanvaardbaar. Een opziener of leider moet ook beheerst, bezonnen en eerbaar zijn. Met andere woorden, hij moet nuchter, bezadigd en beschaafd zijn. Hij moet dus zichzelf kunnen beperken. En in staat zijn te matigen. Ook gastvrijheid wordt genoemd. Dat mag niet verbazen, want het is ook een van de meest gewaardeerde oudtestamentische deugden. De bekwaamheid om te onderwijzen is een andere belangrijke eigenschap, omdat leiders verantwoordelijk zijn voor het onderwijzen in de juiste en zuivere leer. Van een leider in de kerk wordt nog meer verwacht: 1 Timotheüs 3, vers 3. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend niet strijdlustig en zonder geldzucht. In de landen rond de Middellandse Zee, waar wijn de meest gangbare drank was, kwamen alcoholverslavingen geregeld voor. Daar moet een leider voor oppassen. Let wel, er wordt in dit vers geen verbod op wijn gegeven. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen gebruik en misbruik van alcohol. Naast vechtlust wordt ook schandelijke winst genoemd. In 1 Timotius 6, vers 5 schrijft de apostel over de dwaleraars dat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Ook welwillendheid wordt genoemd. Dat is beleefdheid, vriendelijkheid, een veel onderschatte christelijke deugd. In Filippenzen 4, vers 5 staat: Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. En in Titus 3, versen 1 en 2 staat: Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Verder wordt van een leider ook verwacht niet strijdlustig te zijn. We moeten hierbij vooral denken aan het vermijden van woordenstrijd en verhitte discussies. Het niet hebben van geldzucht wil ik aanvullen met 1 Timotheus 6, vers 10, waar staat: Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. Ondanks veel bewijs van het tegendeel geloven de meeste mensen nog steeds dat geld gelukkig maakt. Mensen die naar steeds meer rijkdom verlangen, raken gevangen in een vicieuze cirkel die vaak uitloopt op ellende en ondergang. Veel van de genoemde zaken komen ook voor in Titus 1, versen 7 tot en met 9, waar staat: Want een opziender moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig. Niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. Zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. En in 1 Petrus 5, versen 2 tot en met 4 lezen we iets over wat de motivatie van leiders van de gemeente zou moeten zijn. Daar staat, goed de kudde van God die bij u is. En houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit wensbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer. Maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. We gaan verder met de kenmerken van iemand die een leidende rol in de christelijke kerk wil hebben: 1 Timotheüs 3, vers 4 Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis zijn kinderen onderdanig houden en alle waardigheid. Het eigen huis omvat niet alleen het eigen gezin, maar ook eventuele slaven of bedienden. Nog steeds gaat Paulus ervan uit dat een leider of opziener meestal een getrouwd man is, al is dat niet noodzakelijk. Een opziener moet thuis goede leiding geven. Hetgeen onder andere blijkt uit het gezag dat hij over de kinderen uitoefent. Het geloof en de bediening van een leider moeten in zijn privé-situatie zichtbaar zijn. Respect, ontzag en gehoorzaamheid van kinderen aan hun ouders is één van de bijbelse deugden. Het is een direct gevolg van het gebod van de Heere in Exodus 20, vers 12. Waar staat: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Maar het gebod wordt in het nieuwe testament verschillende keren herhaald. In Efeze 6, versen 1 tot en met 3 staat: kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Met deze woorden heeft de apostel het christelijke gezin op het oog. Het gaat niet over situaties waarin ouders dingen vragen die in strijd zijn met het gebod van God. Als eerste argument voor deze gehoorzaamheid noemt Paulus dat het goed is. Een argument dat voor zichzelf sprak, omdat ongehoorzaamheid aan je ouders ook door veel ongelovigen als een groot kwaad werd ervaren en gezien als een teken van verval. Toch verklaart Paulus dit goed zijn met een beroep op de wet. Want gehoorzaamheid aan de ouders is ook iets dat de Heere vraagt. Het gebod over eerbied voor je ouders is het vijfde gebod uit de Tien Geboden, maar het eerste waaraan heel uitdrukkelijk een positieve belofte is verbonden. Vandaag kunnen wij de belofte interpreteren als een persoonlijke belofte aan elk kind dat zijn ouders gehoorzaamt, maar ook als een belofte voor een samenleving waar dit gebod in ere wordt gehouden. Een samenleving waarin kinderen in opstand komen tegen het gezag van de ouders, zal aan zichzelf te gronden gaan. Bij de belofte van een lang leven moeten we natuurlijk ook denken aan de belofte van het eeuwige leven op de nieuwe aarde. Het uitoefenen van gezag moet weliswaar op een waardige manier gebeuren. Bij elke vorm van terechtwijzen en eventueel straffen mag men nooit de zelfbeheersing verliezen. In Efeze 6, vers 4 staat: En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de heren. Ouders kunnen hun kinderen het geloof niet geven, maar wel voorleven. Ook de brief aan de Colossensen heeft het over het gedrag tussen kinderen en ouders. In hoofdstuk 3, versen 20 en 21 staat Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de heren. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Ouders hebben hun gezag niet gekregen om te heersen. Maar om in liefde hun kinderen op te voeden. Niet macht, maar liefde zou het motief voor het handelen moeten zijn. Ouders moeten hun kinderen zo opvoeden dat zij hen niet ontmoedigen of minderwaardigheidsgevoelens veroorzaken. In een sfeer van liefde en vertrouwen is het meestal gemakkelijker om te gehoorzamen. 1 Timotheüs 3, vers 5. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Het besturen van de kerk wordt hier mooi verwoord en gekarakteriseerd met zorgdragen. Het gaat niet om heersen, maar om het hoeden van de kudde van de heren, de gemeente van God. Uit deze woorden valt ook af te leiden dat de zorg voor de gemeente bij een leider niet ten koste mag gaan van het leiding geven aan zijn eigen gezin. 1 Timotius 3, vers 6. Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. De voorwaarde dat een leider in de gemeente niet iemand mag zijn die nog maar pas christen is, heeft niets te zien met de leeftijd van de aankomende leider, maar op zijn geestelijke rijpheid. Een pasbekeerde loopt een verhoogd risico wanneer hem een grote verantwoordelijkheid wordt toevertrouwd. Ook al kunnen pasbekeerden een groot enthousiasme hebben, zij missen geestelijke rijpheid en geloofservaring. Het is daarom verstandig dat zo iemand nog een paar jaar wacht. Hij zou de hem toevertrouwde taak kunnen opvatten als een persoonlijke erezaak en daardoor trots en hoogmoedig kunnen worden. Verwaandheid was de grote zonde van de duivel. Het is een gevaar voor ons allen, maar het is een gevaar voor de ganse gemeente als functionarissen binnen de kerk eraan toegeven. Jonge christenen moeten zeker en sterk in het geloof worden, alvorens een leidende taak in de gemeente te kunnen vervullen. Maar al te vaak plaatst een kerk of gemeente uit gebrek aan mankracht jonge gelovigen op verantwoordelijke posities, die zij nog niet aankunnen. Een jonge gelovige moet de toets van de tijd doorstaan om te groeien naar volwassenheid. Jonge gelovigen hebben hun aandeel in het werk van de gemeente, maar kunnen pas leiders worden als ze een stabiel christenleven hebben ontwikkeld. 1 Timotheüs 3, vers 7. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Een leider moet niet alleen aan bepaalde criteria voldoen die door de gemeenteleden worden opgemerkt. Maar ook buiten de kring van gelovigen moet hij goed bekend staan. Vanzelfsprekend gaat het dan alleen om het leven na zijn bekering, want anders had Paulus ook geen apostel kunnen worden. En in een vorige uitzending lazen we wat Paulus over zichzelf schrijft, in 1 Timotheus 1, vers 12 tot en met 14 staat. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening, mij die vroeger een Godslasteraar was. Een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze here is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Terug naar 1 Timotheüs 3, vers 7. Bij een goed getuigenis hebben gaat het niet om leugenachtige laster, die dikwijls op de gelovigen werd gericht. Maar om al die vormen van gedrag die de ongelovigen aanleiding geven tot laster. Paulus zelf was in dit opzicht uiterst correct, en hij vermaande de gelovigen dikwijls om geen aanleiding te geven tot kwade vermoedens en laster. Wanneer een leider of opziener door zijn gedrag laster veroorzaakt, heeft hij niet alleen zichzelf benadeeld, maar de hele gemeente, waarvan hij de vertegenwoordiger is. Iemand die een opspraak is, kan heel gemakkelijk in een val van de duivel stappen door een verkeerde houding. Als gelovigen zich niet correct gedragen, vormen ze voor de duivel een gemakkelijke prooi. In 1 Petrus 5, versen 7 tot en met 9 staat: Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Ook de Heer Jezus deed een gelijkaardige oproep. In Matthäus 10, vers 16 zegt hij: Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 1 Timotheüs 3, vers 8. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn: niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst. Het Griekse woord voor diaken, diakonos, betekent letterlijk dienaar, maar heeft in het Nieuwe Testament een zeer ruime betekenis. Zo noemt Paulus zichzelf en zijn medewerkers in onder andere Colossansen 1, versen 7 en 25. Trouwens, iedereen die door de Heer is geroepen tot een bepaalde taak is een dienaar en heeft een dienst of bediening. Maar hier gaat het waarschijnlijk om diegenen die geroepen zijn tot het vervullen van een meer praktische dienende taak, ter ontlasting van de leiders of opzieners. De oudsten of opzieners hebben een meer leidinggevende taak. Maar het is niet zo dat helpers en diakenen zich uitsluitend zouden moeten bezighouden met het uitdelen van voedsel en het begeren en verdelen van geld en goederen. De taak of het ambt van diaken werd ingesteld door de apostelen in de Christengemeente van Jeruzalem, voor de materiële zorg in de gemeente, vooral aan de Grieks sprekende weduwen. Diakenen horen ook bij de leiding van de christelijke gemeente, en ook zij moeten aan soortgelijke voorwaarden voldoen als de leiders of opzieners. Diakenen krijgen dus vergelijkbare criteria, maar het even zo eerbaar zijn staat voorop en zal zowel op een innerlijke gestalteits als op het uiterlijke gedrag slaan. Toekomstige diakenen moeten recht door zee zijn. Zij mogen niet verslaafd zijn aan drank. De vermaning geen oneerlijke wens te willen maken heeft een speciale betekenis voor diakenen, omdat zij geregeld met geld moesten omgaan. U heeft geluisterd naar door de Bijbel. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.